Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weits gaf woensdag nog de eerste spadensteek aan de nieuwe sluis in Aalst. Maar ook de sluis in Denderbelle zal binnenkort worden vernieuwd. Voetgangers en fietsers die de sluis gebruiken om van Denderbelle naar Mesplaren te rijden, zullen binnenkort niet meer over het Sas kunnen rijden. Ik weet dat daar nu een passage is die eigenlijk een beetje illegaal is, niet al te veilig voor fietsers en voetgangers. Wel, we gaan die passage behouden. We gaan vanaf 2018, als dus de werken starten aan die sluis, gaan we tijdelijk een brug maken. Dat wil zeggen een soort mechanoconstructie, zodoende dat je daar zowel kan passeren met de fiets als te voet. Die tijdelijke brug zal de Vlaamse overheid zelf betalen. Maar de bedoeling is dat er ook een definitieve voetgangers- en fietsersbrug komt vanaf 2020. Juist ervan uitgaand dat zo'n brug een 1,5 miljoen, wel, ik wil al voor de helft misschien zelfs tekenen. En dan kan de provincie ook nog bijdragen. En rest er misschien nog een klein stukje voor financiële participatie voor de gemeenten. Allee, dat is, men zegt het in het Engels, an offer you can't refuse. Maar daar denken de gemeenten Dendermonde en Leibeke toch duidelijk anders over. Zij willen geen cent betalen voor de nieuwe brug. De overgang die er is via de sluis, die is goed genoeg. Het is hier een historische overgang die dus van bij de aanleg van dit sluizencomplex Sas van Belle dus is gedoogd geweest. Dus hier zijn altijd mensen overgegaan, op een veilige manier. Dus nu ons ineens op kosten jagen, zowel de stad Dendermonde als Leibeke, met honderdduizenden euro's die we moeten betalen met geld van onze belastingbetaler, dat kan dus gewoon niet. Ik ga er toch vanuit dat de gemeenten en steden hun verantwoordelijkheid toch niet gaan ontlopen. Dat ze niet zeggen, wij vinden die fietsers en voetgangers heel belangrijk, maar we willen daar geen euro aan gaan uitgeven. Dat kan ik moeilijk geloven. Ik werk samen met de stad Aalst, daar lukt dat perfect. Werken we samen, ook financiële afspraken die we maken. En als de provincie ook nog eens participeert, ja, dan kunnen wij samen zorgen voor een betere verbinding voor fietsers en voor voetgangers.